Hier aan de Moerkantse baan in Huibergen fietst het meisje net als elke ochtend naar haar school in Bergen op Zoom. Maar vanmorgen eindigde die dagelijkse fietstocht in een nachtmerrie. Is een man tegengekomen, die heeft haar ontvoerd, meegenomen in een witte auto. Was het een bekende van haar? Durf ik niet te zeggen. Het meisje wordt nu nog volop verhoord. Je zult begrijpen dat ze enorm emotioneel is. Ze heeft wel een verklaring afgelegd. En daarin heeft ze aangegeven dat ze helaas ook verkracht is door de man. Ik ben natuurlijk ontzettend geschokt door het feit dat dit in Huibergen is gebeurd. Met een 13-jarig meisje uit Huibergen. Een prachtig dorp in onze gemeente. Wat gewoon een kind wat naar school wil en wat dit overkomt. Haar klasgenoten op het Bergse VMBO reageren geschokt op het nieuws. Heel vaak staat er bij het station wel een man. En ze was ook al een keertje door die man achterna gezeten. Hij zei dat zij nergens gevonden is of zoiets. Over de identiteit van de ontvoerder en verkrachter is weinig bekend. Waarschijnlijk waren er geen ooggetuigen. Gelukkig kon het slachtoffer zich wel iets herinneren. We hebben helaas niet veel meer dan een signalement van een blanke man in een witte auto. En bij deze roepen ook iedereen op die daar informatie over zou hebben. Hoe sumier die ook is, om die bij ons te melden op 0900 8844. De politie werkt met 20 rechercheurs aan deze zaak.